Aanstaande donderdag 15 mei organiseren we het Nationale Bitcoin Congres. En het unieke is, Bitcoin is iets wat gemaakt is door hackers. Mensen die maatschappelijk kritisch zich opstelden. Die niet hielden van banken, die niet hielden van overheden. En die hebben het digitale geld gemaakt. En we gaan op dat Bitcoin Congres, wat gehouden wordt bij de ABN AMRO, gaan we het oude geld en het nieuwe geld bij elkaar brengen. De Nederlandse Bank houdt een verhaal. ABN houdt een verhaal. ING houdt een verhaal. Jan Kees de Jager vertelt. En die staan naast allerlei Bitcoin miljonairs en Bitcoin-investeerders. En ook mensen die gewoon werken aan Bitcoin 2 en 3. Nou, dat Bitcoin gaan we dus over hebben. Bitcoin voor dummies. We gaan praten over wat organisaties eraan hebben en hoe duizenden nu per dag het gaan accepteren. En wat we eraan land, als land voor aan hebben. Nu heb ik aan gevraagd, voordat we dat congres gaan doen, heb ik aan Maurice de Hond gevraagd, hoe tevreden is de Nederlander nu eigenlijk met het betalingssysteem? Als je gewoon kijkt, het gewone overmaken en Ideal. Hoe staat het daarmee? Hoe doen we het? Ja, we hebben een onderzoek gedaan onder onze steekproef van Pijl.nl. Hebben we de vraag gesteld, zoals je net ook opperde, en ook over Bitcoin. Mm-hmm. Nou, dan blijkt dat eigenlijk hoe het huidige systeem loopt, zoals de Pinpas en Ideal, is men heel tevreden mm-hmm. hoe dat in Nederland loopt. En hoe gaat het met het mobiele betalen? Dat wordt pas beperkt gebruikt. Een kwart van de Nederlanders geeft dat aan. Bij de jongeren is dat 40% dat ze de mobiele telefoon erbij gebruiken. En daar is men redelijk tevreden, maar nog niet massaal tevreden. Niet zoals de eerste punten. Nee, dat zit echt ingebouwd. Ja. En als je nou kijkt, de grootste Europese innovatie die we de afgelopen jaren hebben gehad in het betalingssysteem. Het wonderful IBAN-nummer. Ja. Hoe tevreden is de Nederlander daarover? Dat is ook gemengd. 35% van de Nederlanders is daar ontevreden over. Maar dat betekent de meerderheid is er toch nog tevreden over? Ja, dat verbaast me ook ontzettend. Wat vind jij van dat IBAN-nummer? Ik vind het verschrikkelijk. Een ramp, vind ik het. Een ramp. En dat vindt nog steeds de meerderheid. Elke keer als ik het invul, ergert het me. Ja, dan zie je weer de slaafsheid van de Nederlander, hoe wij het betalingssysteem achteraan lopen. Die monstrueuze 15 nummers of 10 nummers die je moet invoeren, vindt de gemiddelde Nederlander nog acceptabel. Oké, dan even over 18 nummers zijn het zelfs. 18 nummers? Het is echt te bizar. Elke keer weer probeer ik gewoon één nummer te onthouden. Rampzalig. Ja. Maar de Nederlander, meer dan 50% is tevreden. En maar een derde die zegt, dit is gewoon absurd. Ja. Of volledig absurd. Ja. Oké, dan even over het nieuwe geld. De Bitcoin. Hoeveel van de Nederlanders hebben daarvan gehoord? 70% geeft aan er al iets van gehoord te hebben. Oké, en dat is, nou, dat 70% maar ja, maar is dat, al... dat ja. kan ook eens een krantartikel erover gelezen of op internet. Ja, er is heel veel over te doen geweest. Als je kijkt, hoeveel mensen hebben nou eens een keer een plek gekomen waar ze met Bitcoin konden betalen? Ja, 10% geeft aan op plekken geweest te zijn waar Bitcoin geaccepteerd werd. Goh, dat vind ik nog best wel heel veel eigenlijk. Ja, afgehaald.nl kun je het natuurlijk... Ja, maar dat geldt, ja. Ja, en er komen nu echt ook honderden van die merchant bij per week, zeg maar. Dus dat gaat steeds meer worden. Wat is, wie heeft het nou eindelijk eens een keer gedaan? Wie heeft een Bitcoin rekening geopend of een Bitcoin betaling gedaan? Dat geeft maar 1%. En dat kan net zo goed 0,6% zijn met de afronding en zo. Ja, is dat met de jongeren nou heel veel meer? Nou, dat is 3% van de jongeren. Dat is nog niks. En dus boven de 50 kom ik niet voldoende tegen om er 1% van te maken. Oké, dus 90% heeft überhaupt niet gezien dat je er ergens mee kunt betalen en 99% heeft niet gedaan. Wat is de mening van mensen over Bitcoin? Wat hebben ze er voor gevoel bij? Hoeveel mensen denken dat iets positiefs is en hoeveel mensen denken dat negatief is? Dat is, de meerderheid zegt negatief. Ja? Over 56% heeft een negatief gevoel erbij. Mm-hmm. Maar ja, dat zijn de mensen die ook niet weten eigenlijk hoe het werkt, maar wel er wat over gehoord hebben. Ja. En ook de incidenten en het faillissement en zo, vooral de publiciteit daarover. Ja, dus hoe moet je dit nou interpreteren? Hoe is het normaal voor een nieuw fenomeen? Kan dit nog doorgroeien op basis van deze meningen? Dus voorlopig in de categorie onbekend is, maakt onbemind. Ja. Dus ik denk dat het nog heel veel zendingswerk voor die organisaties zijn of voor de mensen zijn. Om duidelijk te maken wat het is. Maar ik denk dat je over 3 of 5 jaar daar vragen over stelt, dat het totaal anders zal zijn. Gaan we volgend jaar weer kijken of het te veranderen is. Aanstaande donderdag hebben we de confrontatie van het oude geldsysteem en het nieuwe systeem. Die gaan praten over een manier, wat hebben we aan elkaar, wat kunnen we er op een gegeven moment mee doen. Daar kun je gewoon live bij zijn in een van de headquarters van ABN AMRO, het innovatiecentrum, het Dialoghuis. Je kunt op bitcoincongres.nl kun je er alles over vinden. Kun je er niet fysiek bij zijn of is het uitverkocht, dan kun je gewoon op bitcoincongres kun je het live volgen of hier op deze zender. Kom erbij op donderdag 15 mei om 1 uur.